Jachtseizoen wordt mede mogelijk gemaakt door Samsung. Als ik het haal, ga ik naakt dus heen rennen. Nou, zij is echt aan het racen, jongen. Ik pas er niet in. Ah, maar dan is ze wel in paniek. Oh, nu raak ik in paniek. Thomas en Stefan openen iedere week de jacht op een nieuwe uitdager. Dit is nog nooit voorgekomen in het jachtseizoen. Fucking IJsberg, stop! Wie blijft er uit handen van Stuk TV? Stoppen! Hij zat erin! Ja! Dit is het jachtseizoen. Zitten. Zo, Gabi, dus jij denkt het tegen ons op te kunnen nemen? Ja, ik denk zelfs te gaan winnen. Weten jullie dat alvast? Luister, we openen zo meteen de deuren van je cel en dan mag je een pogingje wagen om te gaan ontsnappen. Oké. Je krijgt van ons 20 minuten voorsprong en daarna komen wij direct in actie. We krijgen onze GPS-tracker mee en elke 10 minuten krijgen we exact jouw locatie door. Lukt het jou langer dan 4 uur uit onze handen te blijven, dan staken wij de jacht. En dan ben je op vrije voeten. Maar lukt dat niet en we pakken je, dan ga je meteen terug de cel in. Is dat duidelijk? Ja, heel duidelijk. Thomas, breng je zo meteen terug naar je cel? Zodra we op deze knop drukken, start het spel. Meekomen. Ja. Doei. Gabi. Dag. Zou hij denk je nog terugkomen? Zou er niet van uitgaan. Tot zo. Je gaat me toch niet pakken! Vandaag neemt Team Stuk het op tegen een van Nederlands meest bekende vrijgezelle dames. Gabi Blazer. Gabi speelde in de jeugdsoap Spanga's en zorgde voor drama in goede tijden slechte tijden. Ze zocht naar de liefde in The Bachelorette en misschien vindt ze die liefde wel tijdens haar vluchtpoging. Of valt ze zo in de armen van haar charmante achtervolgers Giel, Thomas en Stefan. We starten vanuit de koepelgevangenis in Arnhem. Zal het Gabi lukken om na haar ontsnapping vanuit haar cel 4 uur lang uit handen te blijven van Team Stuk? Jongens, vandaag spelen we tegen Gabi. Wat kunnen we van haar verwachten? Ja, ze is natuurlijk heel populair onder de mannelijke doelgroep. Ja. Ze heeft een mooi oranje pak aan, dus ik denk dat ze wel snel wordt meegenomen. Ik heb dus eigenlijk geen tactiek. Ik moet ze zeker niet onderschatten. Ik volg jachtseizoen, maar één ding, onderschat mij ook niet. Geen tactiek is vaak de beste tactiek. Zolang Gabi maar rekening houdt met haar GPS-tracker, die iedere 10 minuten een locatie doorstuurt naar haar achtervolgers. Die mogen na 20 minuten voorsprong de jacht openen. Vanuit hun snelle bus, vol high-tech equipment, communicatiemiddelen en een drone. Onze vrijgezelle boef beschikt over niets. Ze heeft geen geld of eigen telefoon op zak. Wel heeft ze de gelegenheid gekregen om maximaal 2 helpers van tevoren te instrueren. En daar heeft ze natuurlijk dankbaar gebruik van gemaakt. Natuurlijk heb ik iemand die zo meteen klaar staat, maar daarna is het gewoon volle gas. Ik spring bij mensen in de auto, ik haal ze over, ik lach lief. Ik ga alles vandaag in de strijd gooien. We zitten in de koepelgevangenis in Arnhem. Ja. Wat zit er allemaal in de buurt? Veel grote steden, veel treinstations, grote snelwegen. Dus ik denk dat ze komt hier wel makkelijk weg. Alles is een optie. Een fiets, een motor, een trein, alles. Het maakt me niet uit. Als ik maar blijf gaan. In tegenstelling tot de liefde is Gabi wat ontsnappingsvoertuigen betreft minder kieskeurig. Waar ze ook in vlucht, ze moet zich wel aan enkele regels houden. Ze mag nergens naar binnen gaan, met uitzondering van openbare gebouwen. En ze mag niet langer dan 20 minuten in hetzelfde voertuig zitten. Maar Gabi denkt dit spelletje helemaal onder controle te hebben. Pak me dan, als je kan. Ik kan het toch niet pakken. To, jij houdt van handboeien, toch? Je kan het vandaag eindelijk gaan pakken, dus ja. Daar gaat ze. Is ontsnapt. En ze heeft vanuit haar cel een cadeautje voor de mannen meegenomen. Je moet natuurlijk niet de bachelorette uitnodigen. Thomas, deze is voor jou. Ik hoor zo meteen wel of je hem aanneemt. Kom! Op naar de vrijheid! Want buiten de gevangenis komt Gabi haar vooraf geregelde ontsnappingsvoertuig precies op tijd aanrijden. Kijk! Yes! Oké. Okay. Oh, jullie hebben alle tijd, zie ik. Goed, maar lekker rustig. Nee, we
Gas erop, man. Gas. Jullie zeker niet alle tijd. Met piepende banden weg van hier. Deze opvallende wagen is van de krachtige ondernemer met Bredase roots, Mobicep. Deze bodybuilding gigant helpt Gabi aan een goede voorsprong. Gaan Gabi sowieso niet pakken, want de eerste rit is van Mobicep. En dat is afstand, papa. Ik heb 2 liften geregeld, dus de eerste gaan naar de tweede lift door. Met behulp van deze gespierde helpers maakt Gabi flinke meters en vliegen de eerste 10 minuten voorbij. Maar Gabi voelt zich nog niet op haar gemak. Ik heb echt een soort paniek al. Ik heb gewoon heel veel energie en heel veel... Ben ik dit? Oké, we hebben wel nog maar 10 minuten. Oh, maar we zijn er al bijna. Ze gaan je sowieso niet pakken, maak je niet druk. Ah! Ik ben de enige echte Mobicep. Nou, ze gaan je nu inderdaad niet pakken, want je hebt nog ruim 10 minuten voorsprong. Team Stuk staat nog op de startlocatie te wachten alvorens ze mogen vertrekken. Maar ze ontvangen al wel Gabi haar eerste GPS-locatie. Jeetje man, ze heeft wel al meters gemaakt. Richting Ede. Ze heeft wel een snel voertuig. Hey, maar wij hebben ook een heel snel voertuig. Wij hebben ook een heel snel ding. Ja, ik zeg geen instappen. Huppatee. Yep, let's go. Nog 10 minuten geduld, boys. Daarna mogen jullie, net als vele andere mannen, de jacht op deze blonde dame openen. En Gabi heeft zich goed voorbereid. Want ze heeft vooraf contact gezocht met enkele ex-boeven. Die er maar wat graag wilden helpen. Lieverd, dankjewel. Rijf voorzichtig. Yes, bye. Oh my god, jullie zijn er gewoon. Jullie gaan me gewoon helpen. Ja, ik moet eerlijk toegeven, Kelvin, a.k.a. Calvijn, die heeft mij deze mannen toegewezen. Calvijn, juist volgens mij een uur, anderhalf uur, kon jij maar uit handen blijven van stuk. En ik ga proberen sowieso lang uit handen te blijven. Dat is te hopen, want Calvijn was minder succesvol tijdens zijn ontsnapping. Maar goed, vooralsnog gaat alles voorspoedig en worden er flinke kilometers gemaakt. Wat is zeg maar nu het plan? Ja, heb je hierna al iemand of nog niet? Nee, want ik mag maar 2 liften regelen. Oh. Ken je iemand uit de buurt? Volgens mij was een kameraad van mij, Jacques. Hoi van Hartstaal. Ja! Act of Race, daar ben je niet zo bekend van. Ja. Ben je nog in de buurt van Ede en zo? We rijden naar Utrecht en zo. Oh my god! Kom, ik zie jouw locatie van het tankstation door, dan stoppen wij daar even. Zo. Dankjewel, Jacques. Tot zo! Dit is mijn eerste 20. Zij gaan nu weg. De 20 minuten voorsprong van dit vrijgezelle boefje zijn voorbij. Haar 3 jagers staan op het punt om de jacht op deze bachelorette te openen. Heb jij nou een roos bij? Ja, die roos lag in de bus, ouwe. Nee, maar die is voor mij. Je mag hem hebben, alsjeblieft. Oh, deze is echt mooi. Oh, wat vind ik nou lief van haar, zeg. Oh, wacht even, jongens. Wacht even. Want ze heeft eindelijk haar man gevonden. Oké, kunnen we nu alsjeblieft gaan racen? Waar moeten we naartoe? Ede. Oké, jij doet navigatie, Steve. Oké, ze zit 25 minuten voor ons. Hier links. Echt een goede route. Jeetje gast, wat is dit nou? Je had ook een andere route kunnen kiezen. Dit was de snelste route. Ah, we zitten bijna op die N-weg. En dan is het gewoon planken. Ja, gewoon planken jongens. Want Gabi staat ondertussen niet stil en bereikt de snelweg. Kijk, nu gaan we snel op. Nu heb ik het gevoel dat ik echt op vlucht ben. Mensen zouden mij toch wel moeten helpen. Ik heb toch een heel lieve uitstraling. En ik vind dat ik er heel lief en knap uitzie in deze outfit. Nee, ik... Ik wou niet zeggen, ik heb de hele... Hoe is het? Wow! Mijn maan. 21 minuten. Hier rechts, de A12 vol. Hou je vast! Hey, hoe bang is ze, denk je, jongens? Ik denk dat ze wel een beetje zenuwachtig is. Ik denk dat ze wel gepakt wil worden door 3 gasten. Nou, ik denk dat Gabi daar compleet anders over denkt. Gelukkig doet ze haar uiterste best om dit te voorkomen. Haar zojuist gebelde nieuwe helper staat al te wachten om er verder te vervoeren. Oké, hoi! Hoi, ik ben Gabi. Oh my god, ik ben helemaal in de stress. Waar gaan we naartoe? Weet ik niet, 20 minuten, maar verder weg. Richting Den Haag. Ja, schijt. West? West. Oh, wat fijn dat jullie me konden ophalen. Ja, we waren net in de buurt. Het komt goed. Met muziek erbij, hè? Ja, jij bent DJ. Is dit jouw muziek? Dan gaan we even knallen. Ja, we gaan knallen over de weg. Rij jij ze wat harder ook. Gabi, let's go! Gabi is aan het knallen over de snelweg. Maar ze moet niet vergeten om enkele belangrijke strategische keuzes te maken. Nu moet ze op een gegeven moment een keuze gaan maken waar ik naartoe ga. Maar ik denk dat zij denken dat ik naar Amsterdam ga. Nu weten ze mijn locatie. Oh, ze is al voorbij Utrecht. Nee joh. Richting Woerden, man. Is ze wel richting Amsterdam? Nee. Ze gaat richting Rotterdam. Maar zij is echt aan het racen, jongen. Dat is niet normaal. We lopen alleen maar achter de feiten aan. Hey, die hebben we lang niet gehoord. Maar inderdaad, de mannen mogen best wat meer tempo maken. Want hun voortvluchtige moet nu weer haar voertuig verlaten en probeert vliegensvlug een volgende lift te regelen op het tankstation. Oh, mag ik je wat vragen?
20 minuutjes een lift regelen. Maar ik moet naar Woerden. Dan mogen wij mee. Ja, van mij wel. Ja. En daar is toch een tankstation, wel ergens in de buurt, waar je mij kan droppen? Ja, vast wel. Oh, je bent echt mijn held. Het eerste uur van Gabi de ontsnappingspoging is voorbij. En ieder uur ontvangt de boef de afstand tot haar achtervolgers op de smartwatch. Team Stuk is 24 kilometer van je verwijderd. 24 kilometer is best lekker. Ik weet dat we in deze tijd natuurlijk afstand moeten houden. En de afstand die we nu binnen gaan krijgen is wel erg overdreven. 24 kilometer. Dus daar kan wel wat vanaf. Daar kan wel wat vanaf. Daar moet wat vanaf. Tenminste, als jullie dit boefje terug achter de tralies willen hebben. Gabi heeft het spelletje helemaal door. En lift van tankstation naar tankstation. Maar hoe lang houdt ze dit tempo vol? Mag ik u wat vragen? Kan ik 20 minuten met u meerijden? Ah, nee. Nee, kan niet? Oké, okay, dankjewel. Hoi, mag ik met je meerijden 20 minuutjes? Kan ik helaas niet doen. Nee, kan het niet? Oké, maakt niet uit. Oh ja, ja, ja. Tankstation. Stel het tankstation op. Kom op. Goeiedag, met Thomas van der Vlucht van het programma Jachtseizoen. Ziet u iemand in een oranje pak lopen met de cameraman? Ik heb ze niet gezien. Maar ze zijn er wel ergens. Ik heb geen idee, ik ben binnen. Hallo. Ik moet 20 minuten hier vandaan. Mag ik met jullie meerijden? Nee. Nee, sorry. Oh, geen probleem. Hoi, mag ik jullie wat vragen? Oh jee. Even hier in de auto om mij 20 minuutjes ergens naartoe te brengen. Nee, wij zijn aan het bellen. Er is iemand buiten. En, ja? Ik moet daar even spreken. Ja. In een oranje pak, sta je? Ja, een oranje pak met een cameraman. Nee, helaas. Jawel, er is... Ik kijk nu op de parkeerplaats, maar... Ik ben niet gek, er staat er iemand, dat weet ik zeker. Nee, er staat echt niemand. Ja, jij wil me alvast wel helpen. Mag ik met je meerijden? Ja hoor. Ja? Wacht maar, wat wel. Oh, wat vet. Waar ik gekeken heb, staat niemand. Kom, hartstikke bedankt. Dank u wel. Succes. Ik vind dat het nu te goed gaat. We hebben geen domme fouten gemaakt tot nu toe. Even een applausje voor jezelf. Bewaar het applaus maar voor als jullie deze achtervolging succesvol weten te voltooien, mannen. Jullie komen wel dichterbij, maar Gabi heeft ondertussen wel een nieuw voertuig geregeld. Weet je, lift is een lift. Heb jij een navigatie? Ja, ligt eraan bij het voertuig. Maakt me niet uit. Klaar is de volgende. Dat is top. Oh, wat leuk in een vrachtwagen, zeg. Gabi geniet van deze rit en voelt zich steeds meer op haar gemak. Bij Team Stuk loopt het echter minder soepel. Zitten jullie nou niet op te letten? Dat is gewoon een goede route hoor. Zit je nou niet op te letten? We hebben wel afslag missen, een kleintje. Ik zit net nog helemaal applaus voor ons staan dat het zo lekker gaat. En ondertussen rijden we gewoon, missen we onze afslag. Hier eraf. Ja, dit is helemaal zuur. Ik heb 2 kneuzen achterin zitten. Ze gaat weer terug. Nee, gaat ze terug? Ze staat aan de andere kant van de weg. Ze komt ons tegemoet. Maar dan moet het zo zijn dat we die afslag hebben gemist. Ja, ik ga het nou niet goed praten, pannenkoek. Oké, 19 minuten tot haar laatste locatie. Jongens, we komen in de buurt. Maar ik wil dus ergens eindigen waar geen auto's zeg maar, kunnen rijden. Dan moet je richting Scheveningen. Ah ja, Scheveningen. Mooier kan je niet eindigen. Scheveningen. Het Nederlandse polderalternatief voor een Zuid-Afrikaans strand bezaaid met vrijgezelle afgetrainde mannen. Gabi ziet het al helemaal voor zich. En zet haar zinnen op dit prachtige einddoel. Ze staat bij een fastfoodketen. 16 minuutjes rijden. Plak, gas, schreeuw. Wel die fastfoodketen. Zelfstraling, hele goede middag. Spreek je net in. Hoi. Ik ben op zoek naar iemand in een oranje pak. En volgens mijn laatste informatie staat ze bij jullie voor de deur. Oké, ik stap uit. Thanks. Hallo. Mag ik u wat vragen? Ja. Waar gaan jullie naartoe? Ik moet op de vlucht. Maasland. Oké, mag ik toch met u mee? Ja? Oké, okay. Kunt u mij niet bij een tankstation op de snelweg? Toch dat je denkt, nou ik rij even voor deze vrouw. 20 minuten snelweg op. Jongens, hebben jullie wat van jacht zo gezien? Ja, daar. Ze zijn A20 opgereden. Ja? Richting Rotterdam. Top! 20 minuten. Oké, dankjewel. Dat is toch gewoon geweest? Dit ben je niet. Je moet gewoon op deze snelweg gas blijven geven. Dan komen we er zelf tegen. We gaan nu richting de A4, dan zet ik je af bij een benzinepomp. Top! A20. Ja, nog steeds. Ja, 9 minuten. Ja, dit is lekker. Oh ja, 9 minuten. Dankjewel, toppers. Shit. Mag ik je wat vragen? Oh, dat zei zij. Hoi. Kut. Den Haag, 7 minuten rijden. Let's go. Ja, let's go. Ik kan niet harder. Team Stuk is 7 kilometer van je verwijderd, heeft zij gehoord. Oh, heeft ze dat gehoord? Zij is in paniek. Gabi is inderdaad in paniek. Want ze staat al veel te lang stil op dit tankstation. Mag ik u wat vragen? Waar moet u naartoe? Utrecht? Mag ik 20 minuten met u meerijden? Ja? Ja. Oh, 7 kilometer. Hoe kan dat?
zo hard mogelijk weg. Ik wil eigenlijk richting Scheveningen. Uur 2 zit erop. Nou ja, en nu zijn ze best wel dichtbij. Tenminste, ik vind het gewoon best wel een groot verschil. Maar ik heb gewoon een beetje langzaam gedaan. Zo snel mogelijk richting het einddoel, Gabi. Maar je moet nog 2 uur uit handen blijven. Kom je in dit tempo niet veel te vroeg aan in Scheveningen? Het is hier vandaag nog 10 minuten met een auto. Nou, dat is wel vroeg, hè? Oeh, wat ga ik doen? Ik ben echt koosplanloos. Oh, die stoplichten. Ik ben zo bang dat ze er ineens achter ons staan. Kut! Ze is wel afgegaan! Nee! Hè? Zijn we gewoon verkeerd aan het rijden? Eerst volgen meteen eraf. Ja, ik wil hier eraf. Ze gaat richting het strand. Deze, hè? Ja. Afslag 7. Ja. Maar wat wil ze op het strand? Ze zit daar vast. Ja, ik weet niet wat ze hier gaat doen. Ik wil eigenlijk dat meisje achter mij aanhouden. Sorry, maar niet op je. Mag je wat vragen? Mag ik 20 minuten met u meerijden? Nee, sorry, ik ben aan het werk. Ik ben op de vlucht voor Stuk TV. Mag ik 20 minuten met u meerijden? Ja, stop maar. Ja? Ik ga zo. Ik pas er niet in. Wilt u mij afzetten ergens dicht bij de snelweg? Bij de snelweg? Ja. Wat wil je hier naartoe dan? Het maakt me eigenlijk niet uit. Zo ver mogelijk weg. Gabi gaat volledig freestylen. Want ze heeft geen idee waar Team Stuk zich op dit moment bevindt. Jullie zijn volgens mij echt super dichtbij. Maar ik heb jullie nog niet gezien of zo. En dat vind ik zo raar. En dat is maar goed ook. Want Team Stuk is angstvallig dichtbij. Wassenaar. 4 minuten rijden naar het kruispunt, ouwe. Hoe lang? Het zou zomaar kunnen dat we haar echt kruisen daar. We moeten hopen dat we haar daar zien. Ja. We wachten 2 minuten. Als we haar niet zien, gaan we meteen rechts de snelweg op. Oké, doen we. Hallo. Hoi. Mag ik misschien 20 minuutjes met jullie meerijden? Ik ben op de vlucht voor Stuk TV. Oh, ja. Ja? Oh, leuk! Waar moeten jullie naartoe? Ja, wij wonen hier. Wij zijn nog bijna thuis. Oh, maar ik moet eigenlijk 20 minuutjes en dan zo snel mogelijk naar een tankstation op de snelweg. Nou, ik vind het moeilijk om zeg maar zomaar in het oranje pak te zeggen, hallo, mag ik mee? Maar ik moet het wel doen. Heel fijn. Nou, ik ben heel blij dat jullie mij mee wilden nemen. Misschien staat ze voor het stoplicht, hè jongens? Ze komt daar vandaan, ze komt van links. Ja, nee, ze ziet ons sowieso staan nu, hè? Ja, dat is ook kut. Kom maar langs, kom maar Gabi, je zit in een van deze auto's, dat weten we. En hoe lang zijn jullie al samen? 55 jaar. Jeetje, wat mooi. En wat is nou het geheim? Want ik ben namelijk nog steeds alleen. Wassenaar, Rijksweg, dat is deze weg. Ja, deze weg, ja. Holy shit, ja, ik zit 6 minuten. Ah. Je zit er fucking dichtbij. Ja, ze zit al deze weg. Hier rechts is het laatste punt. Hier rechts. Hier. Dit was haar laatste locatie. Er zit geen tankstation op de route waar ze gaat wisselen. Ja, hier zit een BP. Oké, kom er zo aan. 3 minuten. Let's fucking go! Staat ze daar, denk je? Ja! Ja, dat kan best. Ja, dat denk ik wel. Kom op, jongens! Ja, dan gaan we eraf. Kom op, laat ze hier zijn, alsjeblieft. Je moet in oranje pakken. Je moet in oranje pakken. Kom op, kom op. Hallo, waar zit je dan? Shit. Nee, ze gaat door. Shit. Ze heeft al een lift. Jammer boys, maar Gabi is enkele minuten geleden dit tankstation gepasseerd. En ze heeft zich iets verderop laten afzetten. Meneer! Nee, oh, kut. Kut. Fuck! Ik wil hier niet zijn. Oh, zit er vlak achter de deur. Ja? Ja, 2 minuten. Ah, nee! Ik gas ze dan. 2 minuten. Nou, we zitten hier mooi vast. Nee. Oh, fuck. Hoe kan ik nou hier zo komen? Ja. Hoi! Mag ik 20 minuutjes met je meerijden? Ja? Oh, top! Oh, je bent echt mijn held. Ik zat helemaal vast hier. De mannen zitten Gabi op de hielen. Maar ze heeft gelukkig de komende 20 minuten weer een nieuwe veilige lift te pakken. Ik ga gewoon terug naar Scheveningen. Ik ben nu een beetje gestrest. Ik wil gewoon naar het strand, maar ik was gewoon te vroeg. Om een of andere reden rijdt Team Stuk ineens richting de luchthaven. Jullie navigeren me nu. Dit is niet handig. Oké. Okay. Nee, maar jullie zeggen niks. Oké, okay. Jij checkt nieuwe locatie, oké? Okay? Ja. Rechtdoor, je moet hier rechtdoor. Ik heb nu navigatie aan. Jongen, echt, jullie zitten elkaar echt aan te kijken van, nou, wie gaat er praten? Ja, nieuwe locatie. Gaan we schelden? Ze is helemaal terug. Nee, hou maar op. Ja, wat een ellende. Is dit echt? Meen je dit? 16 minuten rijden, valt mee. Als ik het haal, ga ik naakt er heen rennen. Vind ik leuk, ga ik doen, scheid. Je wordt ook wat rustiger nu. Ik zit wel cool zo nu. Of ik word nu juist net zo meteen, op het moment dat ik me wat chiller voel, word ik gepakt. Dat kan natuurlijk ook. Serieus, kijk even hoe langer we spelen, hoe verlepter die roze eruit begint. Ja, zo voel ik me ook. Oh my god, we moeten echt gas op die lorry geven. Oh, file. Ja, zij staan hier ook in. Als ze achter mij zitten. Kut. Ik moet eruit, hè, zo. Gabi zal moeten opschieten.
Want in het laatste uur van haar ontsnappingspoging wordt de GPS-locatie iedere 5 minuten verstuurd naar haar achtervolgers. Wassenaar. Jezus, 16 minuten. Helemaal Wassenaar. Laatste uur. Laatste uur is ingegaan. Oh, ze heeft die offline button nog. Dat is waar ook. Oh, die waren we even vergeten. Ik raak in paniek. 15 kilometer van me verwijderd. Oh, dat valt echt best wel mee. Hoe kom ik verder vanaf hier? Oh, fuck. King hell. Oh, jongens. We zaten zo dichtbij. Ja, ik weet het. Ga weer door. Dankjewel. Mag ik met jou meerijden 20 minuutjes? Ik ga alleen maar hier naartoe. Wil je me niet 20 minuutjes nog even rechtdoor karren? Echt niet? Nee, dat snap ik. Kinderen gaan voor. Thanks, thanks, thanks. Ah, mag ik met u mee rijden, 20 minuutjes? Ja! Hoi, wat leuk! Oh, Gabi, ik herken je. Yes! Denk je niet dat ze naar het strand wil? Ze speelt gewoon hard to get. Normaal gesproken is ze veel toegankelijker. Gabi, die rijdt gewoon op en neer. Ze is super slim. Ja, oké, dus ons plan is Wassenaar strand. Wassenaar strand. Ja, we hebben al een nieuwe locatie. Zie je? Ze is een Wassenaar. Ze is hier vlakbij. Wow, 8 minuten met file. Shit! Of lijn. Ga ik inzetten zodra ik uit deze auto stap. Ik weet het niet. Gabi beseft zich dat ze nog over de offline button beschikt, waarmee ze alle digitale apparaten en communicatie van Team Stuk 10 minuten lang kan uitschakelen. En deze mannen komen angstvallig dichtbij. Thomas onderzoekt de omgeving op kansen waar ze Gabi kunnen onderscheppen. Dit is een woonwijk, dit is een woonwijk. Waar gaat ze heen? Ze gaat rechtdoor richting de zee. Ze denkt, ik knal de laatste 5 minuten gewoon het strand op. Ja, dat dacht ik dus ook. Nou, de zenuwen zijn nu echt wel gezakt. Maar ik krijg nu die stress er een beetje in. Dat ik denk, de laatste 40 minuutjes, die gaan denk ik heel lang duren. Ze is naar het strand. Rechtdoor. 7 minuten. Ga naar het strand, gek. Weet je wat ze doet zo meteen? Ze stapt uit die auto bij de duinen. Ze gooit die offline button erin en ze is weg. Oh, yes, yes, yes. Kun je even een foto maken? Ik heb genoeg tijd. Komt u bij me. Helemaal top. Dankjewel. Dankjewel. Succes. Heel erg bedankt. Bye. Doei, doei. Nu die offline induwen. Ja. Gaat die offline, hè? Jongens, die schermen offline. Nee, nee, nee. Ik zeg het net nog, toch? Ze stapt die auto uit, offline button. Ze gaat de duim erin. Ah, maar dan is ze wel in paniek, man. We moeten die drone zo snel mogelijk de lucht in gooien. Dan zien we misschien een oranje stip ergens in de duinen. En dan kunnen we de pakken, oké? Zullen we gewoon over het strand of achter het strand? Want ik weet eigenlijk niet wat mijn plan de campagne is. Oh, nu raak ik in paniek. Nee, daar. Daar zie ik auto's. Merken jullie hier? Ja. Ja? Ja. Ja. Kunnen jullie maar ergens heen brengen? Ja, misschien binnen iemand. Weet ik, moeten we sowieso aan onze baas moeten vragen. Kijk, nu heb ik de tijd om het te regelen. Dat is wel fijn. Ik zoek iemand die mij 20 minuten over het strand kan vervoeren. Oh, dat zal de vast wel doen. Jongens, ik ga wel gewoon naar in ieder geval op het strand al rennen om ogen te krijgen. Ja, heel goed. En vraag aan mensen. Hè? Ja. Mensen hebben haar sowieso gezien. Ja. Oh, waar is de jeep? Is de jeep hier? Oh ja, als ze hier komen, ben ik niet geweest. Is hier een lift aan het reden, jongen. Goed checken. Ja! Hoi! Hallo! Ik ben nog 20 minuten. Dan gaan we in Scheveningen. Ja! Kijk. Over het strand. Ja. Mag dat? Tuurlijk. Ja. Je bent een Scheveningen. Bijna! Ik ben er bijna! Bijna! Woe! Bij aankomst op het strand zijn de boys weer online. En ze besluiten snel actie te ondernemen. Ik ga die drone lucht in gooien. Go, hou contact. Heb je een porto? Porto? Ja, heb ik. Go, boys, tempo! Oké, als Stuk TV komt. Je bent naar Scheveningen. Ja, ga lekker op de foto met ze. Ga met ze op de foto. Wat enig. Heeft u iemand gezien in een oranje pak? Ja, zeker. We gaan een stukje rijden. Ja, loopt. Waar mag ik zitten? Nee! Ja, de rust! Nee! Gefeliciteerd. Boeien!
Jongens, ik heb er! Ja, Tom heeft hem! Niet waar! Jongens, ik heb een prachtig cadeautje voor jullie. Yes! En stiekem ben ik ook heel blij, want ik had namelijk een belofte gedaan aan mezelf. Dat was als ik zou winnen, zou ik naakt de zee ingaan. Nee! Wat? Nee! Waarom heb je weer aangeraakt, Lul? Ja, dat weet ik niet. Dat was je vergeten, denk ik. Ja, die had je laten liggen. Alsjeblieft. Ik had hem speciaal voor jullie meegenomen. Ja. Het ging fout bij het strand. Het werd toch een beetje heet onder de voetjes, maar ja, we hebben het gered, jongen. Ja, ja, ik heb mijn hoofd terug. Nou, hij is er niet beter op geworden. Zo, lekker. We gaan lekker op naar de volgende. Op naar de volgende. Wel alles uitgehaald wat erin zat. Ik heb echt mijn best gedaan. En ik vond het fantastisch. Ja, echt leuk. Helaas. Het is Gabi niet gelukt om 4 uur lang uit handen te blijven van Giel, Thomas en Stefan. Op het Scheveningse strand eindigde Giel na 3 uur en 29 minuten haar ontsnappingspoging. En mag Gabi het vrijgezellen bestaan in haar eentje voortzetten. In de cel. Het jachtseizoen is nog steeds in volle gang en jullie zijn thuis massaal het jachtseizoen aan het spelen met onze vernieuwde jachtseizoen-app. Ja, en check in die app ook zeker even de tutorials die we voor jullie hebben klaargezet. Want daarin leggen we uit hoe je nou een jachtseizoenvideo kan maken en met ons kan delen. En de leukste inzendingen komen in onze unieke backstage documentaire aan het einde van dit seizoen. Ja, dus kortom, grijp die telefoon en start met filmen. Ja, jij zegt grijp die telefoon, zeg jij. Maar ik wilde het jachtseizoen spelen. Ik ben aan het filmen. Sukkel. Dus downloaden maar. Jachtseizoen werd mede mogelijk gemaakt door de Opel Vivaro. Voor elke klus de ideale bus.